Daar word je zo moe van dat je gewoon geen vaste plek hebt. Ik ben vrij! Vakantie! Hallo, goedemorgen allemaal! We beginnen deze morgen met een zoektocht naar turnspullen, speelgoeddagspullen, gymspullen. Maar het is uiteindelijk gelukt om Jola op tijd op school te krijgen. Bart is beter, dus die gaat gewoon echt aan het werk vandaag. Kijk ze even zo aan. Echt zo bevestigen, toch? Toch? Ja hoor, schat, ik ga keihard aan het werk. Jola, de nieuwe matras wordt straks bezorgd. Oh ja. Dus ook leuk voor haar. En ja, dus aan de slag. Wat is die dik? Vet hoor, hé. Wow, hier, dit is echt super goed voor de rug. We gaan hem meteen op de bed leggen. Ja, let's do this. Dan gaan we die oude gewoon meteen weggooien. Ja. Dit wordt de babykamer. Maar nu is het even nog even zo op dit tijdelijke bed. Dat matras past er helemaal niet echt op, maar... Heel rustig, schat. Rustig. Schatten. Zo, die is ready voor als ze weer gaat slapen. Zo, de vlog voor vandaag is geëdit en ingepland. Dus dat is lekker geregeld. En dan ga ik nu even middag eten. En ik had nog een pakketje van Marktplaats besteld. Die had ik nog helemaal niet opengemaakt. Ik had zo druk gisteren. Die ga ik heel even openmaken. Ik heb twee dingen nog die ik nog had besteld. Dus ik weet eigenlijk niet welke van de twee dit is. Leuk met die sterren. Dit is heel zacht, maar ik hou heel erg van dit sterrenmotief. Ik ga hem nog even goed wassen natuurlijk, want ja, you never know. Maar leuk boxkleed. Ik ben lekker bezig hier in mijn studio, mijn oude studiootje, waar ik altijd heel veel vragen over krijg, dus heel even snel. Ik ben het dus aan het opruimen, want dit zou eigenlijk al weg zijn gemoeten hebben. Maar ik, ja, omdat ik natuurlijk even rust moest nemen en zo, heeft het allemaal iets langer geduurd. Dus, maar goed, alles staat eigenlijk zo goed als klaar. Het kan zijn dat ik de vloer er nog uit moet laten halen. Maar dat weet ik pas nadat de nieuwe bewoners komen kijken. Ik noem mijn vlek hier. Hier heb ik dus net een afspraak gemaakt. Dit gaat allemaal naar... Noppes, dat wordt dan opgehaald en in de berging staat het andere gedeelte. Dat zijn dus in totaal die 25 dozen. Ja, dit heb ik apart gehouden om allemaal mee naar huis te nemen. Dus dit wil ik houden. Vanavond wordt het bed opgehaald, dus ik moet het bed nu uit elkaar halen. En dan ga ik ook meteen maar eventjes al die schilderijtjes eraf halen en zo. Voor de rest, je hoort het al, het is echt helemaal een echo, want het is helemaal leeg. Hier had ik dan alle outfits. Ik had dus een eigen agency met allerlei danseressen en ik danste zelf ook. En had je heel veel kleding voor nodig en dit stond helemaal vol met kleding. Dat hebben vast heel veel van jullie ook heel vaak gezien. Het was namelijk een soort van verhaal rondgegaan op internet van wat ik allemaal heb gedaan en wat ik deed. Nou, als je echt veel vlogs hebt gezien van mij, dan heb ik dat al best wel vaak verteld. En dit is eigenlijk het gedeelte wat ik daarvan nog wil houden. Dus dat gaat mee naar huis. En dan heb ik hier nog een gedeelte wat echt leuke verkleed spulletjes zijn voor Jola die ik dus bewaar. En dan heb ik hier nog een DJ set die ik ooit heb gekocht omdat ik DJ wilde worden. Maar die bewaar ik ook. Ik vind Jola ook heel erg leuk om te bewaren. En ja, dit is ook allemaal om te bewaren. Dus Bart... Sorry, maar dit kon ik echt maar niet wegdoen. De eerste twee dozen zijn namelijk spullen die opnieuw bij het wardrobe staan. En de rest zijn gewoon dingen waar ik te gehecht aan ben om weg te gooien. Echt hele leuke dingetjes. Weet je wel, ik ben echt super veel fan geweest van leuke maffe sneakers en gekke schoenen en zo. En ja, die kan ik gewoon niet wegdoen. Er zitten kasten, alles is leeg. Dus die kasten die... Ja, daar zit ik nog over te twijfelen of ik die ook op Marktplaats zet of dat we die thuis gaan gebruiken in onze nieuwe slaapkamer. Dus dat moet ik nog heel even
ja, over nadenken de komende dagen. Laat ik er meteen even een mooie room tour van house tour, my old house tour van maken. Want ik heb de badkamer nog niet laten zien. Huh? Nou, de badkamer. Die is ook al helemaal leeg. Deze hele oude wasmachine, die stond ooit bij Bart. Ja, mooi hè, dit. Zo mooi. Het is echt zo, zo van, ja, dat wil ik echt laten zien, want ik ben zo retro. Ja, die is ook retro trouwens. Maar goed, heeft iemand nog interesse in een mooie wasmachine? En dan de douche. Nou, echt een prachtige douche. Ja, toch? Ja, nou, dat is echt heel leuk om even te zien. Ja, dus dat is een afgesloten hoofdstuk. En, zo, en nu sta ik weer in het begin. Dus je kan hier ook een rondje lopen. Leuk is dat, hè? Mooie roze. Maar dit was dus ook zo retro. Zit er nog een beetje doorheen. Maar daar heb ik gewoon witte lak, witte tegellak overheen gedaan. Ooit. Ik heb, zoals jullie misschien weten, misschien ook niet, heel lang een relatie gehad, namelijk 12 jaar. En daar is Jola uit voortgekomen. Ik ben zelfs getrouwd geweest met hem. Ja, we hadden een koophuis en ik kwam toen ja, zonder huis te zitten, want ik wilde weg. Dus ik moest dat ook natuurlijk allemaal maar regelen. Toen heb ik heel even tijdelijk bij mijn moeder gezeten, bij vriendinnen, allemaal met Jola erbij. Leerde ik Bart al kennen, werd ik eigenlijk ook best wel snel verliefd op hem. Ik woonde toen inmiddels in een tijdelijk huis wat ik had gehuurd via via. Maar dan moest ik ook weer weg, want dat werd weer verkocht. En dan word je, daar word je zo moe van dat je gewoon geen vaste plek hebt. En zeker als moeder, waarbij je gewoon een fijne vaste basis wilt voor jou en je dochter. Ik heb toen gelukkig niet heel lang meer hoeven wachten, totdat ik deze studio kreeg. En ik was zo blij met deze studio. Ik kon lekker al mijn spullen van mijn bedrijf, kon ik allemaal lekker, al die danskleding en alles kon ik lekker sorteren en plekjes geven. Het was gewoon echt zo super fijn. En eigenlijk vanaf dat moment ging het steeds beter en beter tussen mij en Bart. Dus ik was gewoon heel vaak bij Bart. Maar om dan nou maar meteen te zeggen van laten we even meteen gaan samenwonen. En ik zeg dat huisje waar ik hartstikke lang heb moeten wachten en super naar uitkeek, zeg ik weer op. Dat vond ik gewoon zonde. En daarbij stond ook nog de helft van al mijn zakelijke spullen hier. Dus ik dacht, ik hou het gewoon. Ik woon gewoon half bij Bart en half hier. En ik heb hier gewoon mijn basis, mijn eigen spulletjes, mijn ditjes en mijn datjes. En natuurlijk, omdat je een kind hebt, ben je op een gegeven moment steeds vaker bij hem. Want zij kreeg daar haar kamertje en het was allemaal... Ja, we vormden steeds meer een gezin eigenlijk. Maar dat ging heel natuurlijk en heel langzaam. Dus vandaar dat ik nu pas deze studio hier opzeg. Want ik ben nu zwanger. Het is tijd om gewoon bij ons thuis alles aan te pakken. Het is tijd om alles om te gooien en het anders te gaan doen. En voor mij ook gewoon heerlijk om lekker alles op één plek te hebben. En niet meer de hele tijd heen en weer te rijden. Ook al is het hier trouwens vlak bij elkaar. Maar dan nog, het is gewoon tijd om verder te gaan. En tijd om dit even nu aan jullie uit te leggen. Want ik wil er ook niet meer heel veel vragen over. Het is gewoon een afgesloten hoofdstuk voor mij. En ja, dit bed dat wordt dus straks verkocht waar ik nu op zit. En dan is het gewoon klaar. En wel weer compleet afhankelijk van een man. Maar ja, dat is die baby hier in mij, die is nog veel meer afhankelijkheid dan een huis. Maar toch heb ik me wel gerealiseerd dat het heel belangrijk is, zeker wanneer je een kind hebt, om gewoon lekker zekerheid te hebben. I try to hold on, but I feel like I wanna cry. You take my breath away, every time that you say goodbye. And it feels like an eternity, 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 eternity. You're driving me crazy. How much I love you so. I guess that you will never know. And maybe, maybe I could be your lady. Zo, pakketjes weggebracht. Nog wat dingetjes meegenomen die ik thuis nog wil uitzoeken. Zoals deze. Een oude borstgolf. Ik wil even kijken of ik hier nog iets mee kan.
En wat studiolampen alvast meegenomen. Voor de rest niks natuurlijk, want dat is veel te veel gesjouw. En ik werd in de supermarkt ook alweer verleid, want ik dacht, oh, ik wil ook eigenlijk meteen kerstinkopen doen. Maar toen dacht ik, nee, Disna, je moet rustig aandoen. Even alleen voor morgen. En dan zien we de rest wel weer verder. Eerst even overleggen met Bart en hoe of wat. Want ja, het is nogal wat deze kerst. Het weekend! Ik ben vrij! Die kwam ook nog binnen. Die heb ik ook op Marktplaats gekocht. Het is echt een heel zacht wrap dingetje. Kijk, dan kan je de baby als een wrap. Kijk. Oh, wacht, er staat op. Wacht, ik ben de baby. Nee, daar pas je niet in, joh. Ja, zo. Papa. Weer eens wraps maken voor de verandering met deze. Mam, mag dit als voorgerecht? Ik ga hem iets leuks maken. Ik heb iets in mijn hoofd. Als voorgerecht komkommer. Oké, is goed. Ik heb iets in mijn hoofd. Ja. Jola die probeert iets te voelen. Hè? Ja, maar ik voel het wel iets hards. Daar. Iets hards voelt ze. Waarschijnlijk zijn voetje of zijn handje. Ja, denk zo voetje. Zijn voetje. Zijn. Want ik voelde eerst iets hier. En toen deed ik je hand zo. Hé! Hey. Nu voelde ik net alsof die terugduwde. Voel jij dat ook? Ja. Geef Doodje een verstokking. Ja. En ik zeg jullie even gedag. Dankjewel voor het kijken voor vandaag. Tot morgen in een nieuwe vlogmas. Abonneer voor meer. En zie je later. Later. Later.